Ben je wel eens bang om te crashen? En hoe kom je hierop trouwens? Dat vind ik ook... Ja, dat is... Zeg, hoe verzin je het? Het is niet standaard. Het staat erop! Jammer joh, het staat... Nee, sorry. Nee, was een grapje. Nee, dat bedoel ik niet zo. Wat we gaan doen deze week. Er zijn 3 dagen waar ik deze week bij ben. 1 dag is vandaag. Ik ga mensen spreken die een helikopteropleiding doen via de marine. Dus niet luchtmacht. Dat vind ik best wel apart. Dus ik ga even vragen hoe dat zit precies. De tweede dag is ook heel cool. Dan ga ik in een zwembad zwemmen. Nou, dat is op zich niet heel spannend. Waar zijn de duikers? Wat helemaal vet is, is dat ik de derde dag meega met een helikopter. Dus ik zeg... Nu lekker de snowboots aan en nog drowsen. Iedereen die mij op Instagram heeft, die weet dat dit snoetse poesje van de buren is en niet van mij. Het is een heel lief beestje, maar die heeft aandacht nodig, deze jongen. Holy shit. Nee, sorry. Nee, was een grapje. Nee, dat bedoel ik niet zo. Wat er nu gaat gebeuren is, we gaan nu even met deze meneer daar, waarvan ik nooit weet of iemand op beeld wil, daar gaan we even mee babbelen van wat we nu gaan doen. Want ik ga wat mensen interviewen, die dat willen gelukkig. Ik heb heel veel vragen, dus het gaat wel goed komen denk ik. Ik heb dus net te horen gekregen dat er hier ook mensen wonen. Het is net een soort van kazerne, net als die andere plek waar ik eigenlijk standaard ben. Maar je hebt die techneuten die opgeleid worden en mensen die helikopterpiloot willen worden. Ja, we leiden hier techneuten en luchtvaardigen leiden we op. Dat zijn bijvoorbeeld de helikopterpiloten, maar ook de takko's. En de helikoptersensoroperators en de loco's. Wat zijn takko's? Ja, dat zijn de mensen eigenlijk die gaan over het hele oorlogsplaatje. Die zetten uit waar de aanval moet plaatsvinden. Die zijn bezig met het tactische plaatje. Oké. En die zit naast de vlieger over het algemeen. Dit zijn dus helikopterpiloten, maar waarom zitten zij niet bij de luchtmacht? Dit is de marine luchtvaardienst. Van oudsher was er nog geen luchtmacht. Hadden we de landmacht en de marine en die vlogen met vliegtuigen. Ja. Later is die luchtmacht is gekomen en die had eigenlijk een andere taak. En ze hebben een paar jaar geleden hebben ze besloten om die hele marine luchtvaardienst bij de luchtmacht te laten vallen onder het DHC. Dus daar ontstond een tweesplitsing. Dus om dit kamp hebben we verschillende broodheren. De een is DHC van de luchtmacht en de ander is de KMSL, dat is ook van de luchtmacht, maar dat is dan het opleidingsgebeuren. Okay. Veel informatie. Ja, misschien wel een beetje te veel. Nee, dat geeft niet. Dat geeft niet. Oké, we zijn hier nu in het leslokaal. Nou, nog niet erin, maar we gaan er naartoe. En hier hebben ze een les over het monteren van een helikopter. Of zeg maar hoe een motor verwisseld moet worden en dat soort dingen. En even kijken wat zij nog meer leren. Zijn de leerlingen van... Ja, als ik het goed zeg, jullie worden of zijn monteurs van een helikopter. Ja, officieel zijn we eigenlijk al bevoegd om aan een helikopter te sleutelen. Maar voor elke helikopter op zich heb je een type training nodig. Dat je zeg maar elk bouwtje moet je weten wat het eigenlijk inhoudt. En daarom zitten we hier. En hoe moet ik het concreet voor me zien? Je zit op de middelbare school. Ja. En dan ben je 16? Ja, en dan heb je een mbo. En hoe kom je hierop trouwens? Dat vind ik ook... Ja, dat is, zeg, ja het is niet standaard iets dat iemand kiest, nee. 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 En jullie zitten nu in het lokaal, maar straks jullie alleen nog maar werken, dan zijn jullie de hele dag... Ja, net als een autobedrijf, zeg maar, ja. Maar dan... Ja, er zit ook wel heel veel boekwerk aan vast.
Want alles wat wij uitvoeren, moeten wij ook noteren. Want stel, er crasht wel een worst case scenario. Applicaatje. Ja, er crasht wel een helikopter neer. Ja. Ze moeten weten wie wat gedaan heeft aan die kist. Ja, wie welk boutje heeft opgedraaid. Ja, ja, en of je dat goed hebt gedaan. Zo ver gaat het wel. Ja. Maar vooral, het is niet om dan een schuldige aan te wijzen, maar het is meer van, wat is er misgegaan? Wat is het, en dan kan je aan die persoon kan je dan vragen van, ja, hoe is dat voorgekomen? Want je bent best wel verantwoordelijk. Want als iemand zijn haar niet goed knipt, dan is het jammer, maar... Ja. Als jullie even niet... Ja, klopt. Ja, er zit gewoon personeel zit ook in de helikopter. Dus stel dat gaat neer, dat gaat ook ten koste van. Ja. Dank jullie wel. Ja. Perfect. Dank je wel. Ik ben nu mijn echte piloot. Ik heb iemand gevonden die ik mag spreken. Voor mij is dat echt super cool. En dat is het volgens mij niet alleen voor mij. Was jij jong en toen dacht je, ik wil piloot worden? Ja, nou ja, de wens om te gaan vliegen die was er wel altijd, al van jongs af aan. Uiteindelijk heb ik een aantal keuringen gedaan toen ik nog heel jong was. En toen vonden ze me ook echt bij de psychologische keuring te jong. Ja. Toen ben ik uiteindelijk naar de marine gegaan, heb ik eerst gevaren. En die opleiding die heb ik in 1996 ben ik begonnen. In 2001 was ik daarmee klaar, ben ik dus eerst gaan varen. En je wist dat dat de route was naar Nee, dat was piloten? Niet, dat was niet de uitgekoude route om piloot te worden bij de marine in dit geval. Maar gaandeweg de studie, dat was dan aan het Koninklijk Instituut voor de Marine, het KIM. Toen kwam ik er toch wel achter van, dat vliegen met die helikopter in dit geval, dat wil ik wel heel graag doen. Laat ik de keuring gaan doen. En zo ben ik uiteindelijk erdoor gekomen. En die schijnt niet makkelijk te zijn? Nee, dat klopt. Die is lastig. Die was ook zeker niet makkelijker dan de keuringen die ik daarvoor al gedaan had, maar waar ik toen te jong was bijvoorbeeld. Maar goed, dan ben je een aantal jaar verder en dan kom je er nog. En waarom is die lastig? Hoe lastig is die? Ja, hoe lastig is het? Kijk, je moet natuurlijk ook een bepaalde mentale belastbaarheid hebben, maar je moet ook gewoon aanleg hebben. Want in principe kan iedereen die kan leren vliegen. Ja. Dus als mensen een wens hebben om te gaan vliegen, dan moeten ze dat ook zeker proberen. Niet schieten is altijd mis. In een helikopter stilhangen, zeker als het een kleinere helikopter is, dat is best wel weer een apart kunstje. Ja, en jullie moeten ook op boot of op schepen landen? Ja, dat is eigenlijk wel een van de leukere dingen. Ja. Eigenlijk het leukste wat er is, persoonlijk vind ik dat wel. Omdat dat wel een beetje spannend is? Nou, spannend niet, maar dat kan uitdagend zijn. Ja. Het is niet uitdagend als het hier een mooi zomerdagje is met bijna geen wind en zon. Dan is het allemaal prima te doen, maar het wordt uitdagend op het moment dat je een oceaanleiding hebt en het is pikkerdonker, veel wind, regen en je moet hem dan aan boord zetten. Dan ben je extra hard aan het werk en dan is het wel echt uitdagend en dan stroomt de adrenaline natuurlijk wel wat meer dan wanneer het een zomermiddag is. Ja. En ben je wel eens bang om te crashen? Nee. Nee? Nee, nee. Ik denk, tuurlijk heeft iedereen wel eens zo'n gedachte, what if? En je bent, als je aan het vliegen bent, ben je altijd bezig in principe om te kijken van, joh, als er nu wat gebeurt, wat doe ik dan? Gaaf, ja. Heel gaaf, dankjewel. Ik vind het echt, ja. Nou, graag gedaan. Ja, ik vind het echt heel vet. Ja. Zo, ik ben ondertussen weer thuis en ik ben een beetje vergeten af te sluiten. En kijkers houden natuurlijk van de herkenning. Ho, ben je een beetje shy nu? Oké, terwijl zij dus... Ik vind het een heel raar einde op de een of andere manier. Miauw.